Als we een wieltje willen uitzagen, dan zagen we niet op het lijntje, maar we zagen buiten het lijntje. Het laatste gedeelte, dat gaan we namelijk schuren, zodat we ook echt een mooi rond wieltje krijgen. We hebben een wieltje uitgezaagd. Je ziet dat we hem duidelijk buiten het lijntje gezaagd hebben. En nu gaan we het laatste stukje gaan we op de schuurmachine even schuren. Nou, het laatste stukje gaan we dus op de schuurmachine gaan we precies tot aan het lijntje schuren. Het lijntje mag je niet wegschuren, moet je net kunnen blijven zien. De splintertjes nog wegschuren en dan hebben we een keurig wieltje. Altijd met de hand de splintertjes wegsturen, mag je nooit op de machine doen.